Kim, hier thuis verliezen in de eerste wedstrijd van de play-offs in de halve finale tegen Den Bosch met 0-2. Met welk gevoel stop jij van het veld? Ja, teleurgesteld, balen natuurlijk. Ik denk dat het gewoon eigenlijk een wedstrijd was die gelijk opging. En dat we het vandaag verloren hebben op effectiviteit, waar Den Bosch vandaag een stukje scherper in was. Prachtige goal van Vera en ook Pauwme schiet de corner mooi binnen. Dus en ik denk dat wij genoeg kansen hebben gecreëerd. Ook, hè? Ik bedoel echt dat het echt wel gelijkwaardig was. Ook met corners, maar dat we daarin vandaag verzuimd hebben om het af te maken. Ja, zeker in de eerste helft had ik heel erg het idee, het gaat gelijk op. Jij was ook zelf nog dichtbij in de 20e minuut. Hè? Je kreeg de bal vanaf de zijkant van Naomi aangespeeld. Goede redding van de keeper. Ja, als je hem dan maakt, kan het heel anders lopen natuurlijk. Ja, zo is het in de sport, hè. En ja, gewoon goed gekiept. Weet je, ik vind in dat opzicht niks aan te merken. Ik denk dat we zorgvuldiger in die eindfase moeten zijn en meedogenlozer moeten zijn. En dat moeten we echt volgende week meenemen daar naar Den Bosch. En verder denk ik, als we gaan kijken naar hoe we tactisch wilden spelen, hoe we wilden combineren, dat allemaal is gelukt. En dat is misschien leuk om naar te kijken, maar het is niet effectief gebleken. Dus volgende week moet het gewoon echt uit een ander vaatje. En ook wel een beetje alles of niks. Ja, maar uit een ander vaatje, alles of niks. Jullie gaan anders spelen in Den Bosch, hè? Begrijp ik, zaterdag. Nou, dat weet ik nog niet. Maar anders in dat opzicht, dat het gewoon effectiever moet. Harder en meedogenlozer in die cirkel. Nou, dat is de vorm van de dag. En daar was vandaag Den Bosch beter in. Ja, laatste vraag. Er is bekend dat je na dit seizoen stopt. Dit had mogelijk misschien jouw laatste thuiswedstrijd kunnen zijn. Is het iets waar je mee bezig bent? Nee, daar ben ik absoluut niet mee bezig. Want dan ben je volgens mij ook niet met de juiste dingen bezig. Ik focus me helemaal op de wedstrijden die gaan komen. Daar heb ik mijn hele agenda ook op ingericht. En tot de laatste snik zal ik mijn energie gaan leveren om te winnen. Heel succes, dankjewel. Dankjewel.